het jullie welbevinden. Ja. Want vandaag organiseert het de KNVB een ontbijt met sporters en Kamerleden om toch te proberen nog iets te doen aan die btw-verhoging op sport. En daar is ook onze verslaggever Annelies Gerards deze ochtend bij. Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, ja, want kijk, Nederland verliest volgens de KNVB als die btw-verhoging daadwerkelijk doorgaat. Daarom wordt hier vandaag een ontbijt dus georganiseerd onder toeziend oog van directeur amateurvoetbal en vrouwenvoetbal van de KNVB, Jan-Dirk van der Zee. Goedemorgen. Ja, ik ga er normaal gesproken bij zitten als ik ga ontbijten, maar jullie blijven allemaal staan vandaag? Ja, sport en bewegen is heel belangrijk, hè? En we bewegen eigenlijk al te weinig in Nederland. Dus vandaag gaan wij natuurlijk, omdat we van sport en bewegen houden, gaan we staan. En waarom wordt dit staande ontbijt vandaag dan precies georganiseerd? Ja, het is ook een soort van noodkreet. Volgens mij die verhoging van de btw op sport en cultuur, dat is wat eigenlijk niemand wil. En het lijkt toch te gebeuren. Hè, dus we hebben met elkaar de handen ineen geslagen en willen vandaag toch aandacht vragen voor die btw-verhoging die niet door moet gaan. Maar het is gewoon slecht voor Nederland. En heeft die noodkreet dan nog wel zin? Want Hans Velbrief die liet ons afgelopen weekend al weten dat eigenlijk die gesprekken daarover muurvast zitten. Er is geen alternatief, zegt de coalitie. Ja, kijk, volgens mij is er voor het sporten in Nederland altijd ruimte. Weet je, iedereen begrijpt dat sporten belangrijk is en dat je dat laagdrempelig moet houden voor iedereen. Dus ik denk dat we een oplossing kunnen vinden met elkaar. Want welke gevolgen zouden die btw-verhoging hebben voor onder andere sportclubs? Nou, voor sportclubs gaat natuurlijk de btw omhoog. Dus dan heb je het over kaartjes voor supporters die naar het voetbal toe gaan. Ook in het amateurvoetbal, maar ook in het betaalde voetbal. Ik bedoel, dat wordt tientallen euro's duurder. En wij willen de sport laagdrempelig houden. En we willen niet een situatie zoals die in Engeland is, dat je bijna geen kaartje meer kunt betalen om een voetbalwedstrijd te kijken. Maar het gaat ook om het amateurvoetbal in Nederland. Maar sportclubs zonder winstoogmerk, die zijn toch vrijgesteld van die btw-verhoging? Ja, maar op kaartjes betaal je, zeker in de top van het amateurvoetbal, betaal je natuurlijk wel een btw. En dat geldt ook voor heel veel andere sporten die natuurlijk kaartjes verkopen. Top en breed sport. Dat is vaak ook wat mensen niet weten, maar daar betaal je wel btw over. En daarnaast hebben wij in het voetbal nog een afdracht, een soort van solidariteitsafdracht afgesproken. Als er een laag btw-tarief is, het gaat over 7 miljoen euro. En dat is een investering die wij doen in het jeugdvoetbal, in het vrouwenvoetbal, in de ontwikkeling van het voetbal in Nederland. Ja, dat is gewoon straks weg. Ja, dus u wilt dat jullie kunnen blijven investeren en blijven ontwikkelen in die sport, ook vooral bij de amateurs. Dat is belangrijk, daarom wordt dat ontbijt vandaag georganiseerd. Actie gevoerd, dat wordt er dus sowieso. Maar of er daadwerkelijk gedebatteerd wordt, dat is nog de vraag in verband met het aftreden van staatssecretaris Itzinga. Er volgt eerst nog een procedurevergadering voordat dat debat begint. En dan weten we dus of daadwerkelijk er over die btw-verhoging wordt gepraat. Actie gevoerd dus in ieder geval sowieso. Dankjewel, Annelies. En even later, geloof ik, even verderop komen ook de acteurs in actie. Want ja, die man in het filmpje zei al, dit is een soort verhoging die niemand wil, maar die toch lijkt te gebeuren. Heb je nog hoop dat er iets gaat veranderen? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee. Ik vind het hartstikke goed dat Huub Stapel, Jean-Guy Macroy, Tommy Wieringa allemaal nog naar Den Haag gaan om een oproep te doen. Er is al zoveel over gepraat en het lijkt erop dat de coalitie gewoon ingegraven heeft. Van dit gaat gewoon gebeuren. En dat gaat niet. En de minister zal nu waarschijnlijk dan dat debat doen. Nou, die wil helemaal niks, snap je. Die gaat echt niks toegeven. Nee, we gaan nog naar andere nieuws van vandaag. Want dat er gebouwd moet worden, daar zijn de meesten het over.